Deze nieuwsuitzending die gaat over Jodenvervolging. Dat is heel, zeg dat, eminent. Dat is een mooi Nederlands woord. Joden worden vervolgd. Er zijn ook iets van 100 landen geweest in de afgelopen 100 jaren. Waar Joodse mensen uitgezet zijn. Vooral bij zo'n radiostation als de Red Eyes Creations. Daar doen ze er heel vaak aan om dat weer eens eventjes te benadrukken. In die zin van, er is toch wat met Joden. Ik vind het heel vervelend voor die bevolkingsgroep. De Joodse mensen hier in Nederland. Ik ken een Joodse man en die heeft een wietshop. Een hele keurige wietshop. Werken allemaal heel tevreden mensen. En er is een keldertje beneden en daar mag je roken. Dat is de rookruimte. Dus dat is ook prima voor elkaar. En als je daar komt, ja, er staat altijd wel iemand voor je. Ja, het goede spullen. Die man heeft er niet zoveel last van. Hij zei ook tegen mij, hij heeft met zijn gezin op Aruba gewoond. Ik zeg maar wat hoor, maar ergens in die contraien, Bonaire of zo. Nou, toen kwam zijn dochter thuis met zo'n jongetje van Bonaire. Ja, die was dus niet Joods of zo. Daar had hij helemaal geen moeite mee. Hij zei van, ja, ik kies ervoor om met mijn gezin daar te gaan wonen. En je kan toch moeilijk van mijn dochter verwachten dat ze de andere kant op kijkt. Die heeft toch ook vriendjes, die heeft toch ook een sociaal leven. Dus een hele vriendelijke man. Ik weet dan toevallig dat hij Joods is. Hij heet Marcus. Dan zeg ik, oh, dat is een Bijbelse naam. Een van de vier evangelieën, het tweede evangelie, dat is Marcus. Evangelie van Marcus. En Marcus was Joods. Dus ik vroeg het hem op de man af. Maar ben jij Joods? Zei hij, ja, ik ben Joods. Zo. Ja, zei hij, maar ik was laatst op een feest. We waren allemaal familieleden. En er zat zo'n man naast mij met van die pijpenkrullen. En die wilde met mij een gesprek aangaan. Toen heb ik tegen hem gezegd, sorry jongen, ik ben hier op een feest. Maar ik ga niet praten met Pipo de Clown. Dat vond ik wel leuk, hè. Maar Joodse mensen zijn de bok. Dus er wordt altijd over gezeurd. Er is een film op internet gezet en die heet Adolf Hitler, The Story Never Told. Dat is heel goed te volgen. Mijn dochter, misschien is het Engels ondertiteld, zou kunnen. En er wordt dan het verhaal geschetst van hoe het dan echt in elkaar zat. Nou, en die Joden, nou zeg, ze vroegen er wel om hoor. En dat is niet aardig. Dat is propaganda. En Adolf Hitler, The Story Never Told, die is toch... misschien wel 10 miljoen keer bekeken. En vooral heb ik gezien reacties van Duitse mensen. Die raakten helemaal geëmotioneerd. Van, oh... wij zijn er helemaal niet verantwoordelijk voor. Er is veel meer gebeurd. En die film zit barstens vol met leugens. Dat is alleen maar wijzen naar de Joden.
en geen woord over de rol van de katholieke kerk. Want dat is de grote aanstichter. Ik sprak een vrijmetselaar op het terras. En een andere vrijmetselaar zei later tegen mij van ja, hij had nooit mogen vertellen dat hij vrijmetselaar was. En we gaan hem daarop aanspreken. Die andere vrijmetselaar vroeg van ja, hoe kan je nou weten over wie ik het heb? Ik ga ervan denken dat jij ook een vrijmetselaar bent. En als je als vrijmetselaar niet mag zeggen dat je een vrijmetselaar bent, ja, dan mag jij ook niet zeggen dat die andere vrijmetselaar dat niet mag zeggen. Het is een kwestie van logica. Maar die ene vrijmetselaar die dus tegen mij gesteld had dat hij een vrijmetselaar was. Die vroeg ik hem. Ik vroeg hem. Wat is de allergrootste business op deze aarde? Het allergrootste bedrijf. En oudste. Wat al long time, de Mercedes-Benz onder de bedrijven, van alle bedrijvigheid. En hij zo binnen 2 seconden begon hij te glimlachen. Hij zei, ja, dat weet ik wel. Dat is de katholieke kerk. Ja, dat weet toch iedereen. Die viespeuken zijn de baas. En dat komt omdat ze vals spelen. Ja. Kijk, als jij op internet kan inloggen bij, hoe heet zo'n website? Chess.com, zo. En dan heb je zo'n special account en dan betaal je dan €100 in de maand voor. En dan mag jij rustig allerlei dingen doen die helemaal niet mogen. Krijg je stiekem met tips. Dan gaat er zo'n vlakje zo knippen van je moet die doen, je moet dat doen. En jij zo net doen alsof je, hè, uit je eigen aan het schaken bent. Een valsspeler heet dat. En dat doet de katholieke kerk. Onder het mom dat zij de rechtvaardigen zijn, want ze accepteren tegenwoordig ook mensen die, hoe noem je dat, seks buiten natuurlijk doen. Dat is overtreding van het zoveelste gebod. Want je hebt 10 geboden zijn de hoofdgeboden. Daar hou je aan. Daar staan de belangrijkste dingen in. Ja, en de mensen die het zoveelste gebod overtreden. Ja, die accepteert de katholieke kerk ook. Met hun vieze Babylonische stelsel. Heilige Maria, de moeder van God. Kijk, de Joden hadden al moeite met die uitspraken van Christus Jezus. Maar als je ook nog een keer gaat beginnen over de moeder van God. Dat wordt hem nooit wat met een Jood. Ik kan me niet voorstellen. Hooguit een hele eenzame Jood die zegt, nou, dan ga ik maar iedere zondag naar de kerk. En dan ga ik ook rozenkransjes bidden. Heilige Maria, moeder van God, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Dan word je daar gelukkig van. Ja, dan ben je gewoon een dode Jood. Nou ja, die Joden gaan dat niet doen. Dat kan me niet voorstellen. Die worden nooit katholiek. Ik heb een Joodse, ik mag wel zeggen vriendin, Mira heet ze. Ik ben met haar thuis geweest. Volgens mij heb ik ook nog wat meegenomen. In ieder geval mijn goede humeur. Dat is heel gezellig. En ik met haar over de telefoon of over Skype lekker gekletst over dingen. Nou, we denken er precies hetzelfde over. Ook dat de katholieke kerk die accepteert Charles Darwin. Van ja, de evolutie is uitgevonden door God. Ja, het punt is dat evolutie niet kan. Ja, ze zeggen wel eens in het Nederlands van je moet van een mug geen olifant maken.
Nou, het lijkt me ook heel vervelend als dat zou mogen. Dus stel dat je van een mug een olifant kan maken. Voor de CO2-opslag. Dan heb je een mug en woep. Ja, dan loopt het hier binnenkort in Arnhem vol met 10.000 olifanten. Maar het kan gelukkig niet. Dus het mag niet. Hè. Je mag van een mug geen olifant maken. Je moet het niet. Dus dan kan het ook niet. Dus je kan van een mug geen olifant maken. Nee. Want waar moeten die twee pootjes naartoe? Hè? Een mug heeft 6 pootjes en een olifant volgens mij maar 4. Dan kun je zeggen, ja, maar dan ga ik dat ene pootje, dan maak ik het staartje van de olifant van. En dat andere pootje, dan maak ik de slurf van. Dan heb ik toch weer 6 pootjes, dus ik kan wel degelijk van een mug een olifant maken. Nee, maar dat kan niet. In een cartoon kan dat. Of met computer dingen, CGI heet dat. Computer graphic imaging. Of met Photoshop. Maak je foto van een mug en laat je zien hoe het moet. En waar komen al die kilo's vandaan? Dan moet je zo'n mug naar de muggensportschool doen. En allemaal proteïne instoppen. Dat je steeds dikkere poten krijgt. Maar ja, kijk, dat staartje moet dun blijven. Dus hoe ga je dat dan oplossen? En dat kan niet. En dat weet zij ook. Dat is mijn Joodse vriendin. Dat weet zij ook. Zij ergert zich helemaal dood aan het onderwijs. Dan komen de kinderen weer eens thuis met de... Nou mam, ik heb veel geleerd vandaag met biologie. En de moeder zo heel achterdochtig van... Ja, wat? Nou, we stammen van de apen af. En de moeder zo van... Nee. Er wordt wel eens gezegd dat bij de IQ-test... Dat wij in het Westen, wij zitten op 100. Ja, ha, 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 want wij zijn de norm. Hè? En dan de rest, ja, in Afrika, mwah, dan moet je er niet om komen. Je hoeft niet te denken dat als je in Afrika een uitgever begint, een uitgeverij begint, van kruiswoordraadsels, dat je dat lekker gaat verkopen. Dat gaan ze echt niet doen. Ook nou hé, man. Of van die andere puzzeltjes, sudoku's. Ja, dat verkoopt hier in het Westen. Niet dat er geen enkele Afrikaan is die wel een sudoku speelt. Natuurlijk wel, maar in het algemeen dan. Hè? En wij hier in het Westen, wij zitten dan op de 100 is dat dan. Nou, Syrië is 80 ongeveer, is mijn IQ. Betekent dat als je een Syriër tegenkomt, dan is de kans groter dan 1 dat je slimmer bent dan die Syriër. Je meer weet dat je betere taalbeheersing hebt. Dat je het woord homunculus weet. Wat het is. Wat is een homunculus? Of wat is erudiet? Wat betekent usury op zijn Engels? Erg belangrijk. Wat is denken op zijn Frans? Ja, je moet op zich geen Frans leren. Maar toch, dat is wel handig. Want je hebt ontzettend veel Fransen. Beetje basiswoorden. En le en la, ja, dat maakt niet uit. Dat vergeven ze je wel. Wij luisteren ook naar Marokkanen die zeggen, die jongen gaat met die meisje naar die feest in die dorp. Die weten ook niet van le en la. Maar jouw geestelijke ontwikkeling die zit op de 100. En als je dan in het Westen kijkt naar de Joodse mensen, die zitten daar aanmerkelijk boven. En die strijden die hangen een beetje in tussen ons en de Aziaten. Want die Aziaten die scoren heel hoog in IQ. Punt is dat ik me afvraag of dat die Aziaten niet overdreven goed zijn in
IQ-testen invullen, want dat is ook een kunst. Ze kunnen ook vreselijk goed pingpongen, bijvoorbeeld. Ja, dat doen ze heel veel. Dat hoort echt bij hen. Als ze een IQ-testje doen... Maar er komen niet veel uitvindingen vandaan. En de Chinezen zijn allemaal katholiek geworden. Dus, ja. Want als je het hebt over het Joden, over de Jodenvervolging, dan heb je het ook over christenvervolging. En in het Westen zijn de christelijke kerken geïnfiltreerd door de Rooms-Katholieke kerk. Dus die hebben allemaal zittingen met iedereen. Die lui zijn uitgestuurd om ouderling te worden en blablabla. En al die kerken een bepaalde kant op te sturen. En ze moeten de aandacht afhouden van wat er in de Bijbel staat. Dat is het punt. En dat begint al met het Oude Testament. Daar hebben ze al grote problemen mee. Vooral het boek Daniël. En wat daar staat. En wel meer uitleg van het Oude Testament. Met hoe het dus werkelijk zit. En niet een beetje om het bosje heen draaien. Nee? Om het bosje heen slaan. No beating around the bush. En dat doen ze wel. Dat doen die katholieken. En al de orthodoxe mensen, waaronder de Joden. Maar ook hele grote groep christenen. Niet per se hier in Nederland, want daar zijn al die kerken lekker geïnfiltreerd. En dan wordt er een beetje lollig gedaan. En gaan ze er muziek bij spelen of whatever. Een beetje grappig lopen doen. Het hele punt is dat het, er is een fenomeen en dat heet de antichrist. En de antichrist, dat veroorzaakte de christ. Zoiets moet je denk ik denken. Wat God dacht, nu is het genoeg geweest. Ik kom zelf wel even kijken. Want de mensheid is overgenomen door kwaadaardige elementen. Die mijn woord, bevuilen. Die mijn woord misbruiken. Hey God, als je het vergeten bent, dat is de denkende macht. En alles hier van hem is hier. Alles hier van hem. Dat is best mooi Nederlands. Je kan ook zeggen, alles is hier van hem. Alles hier van hem. De denkende gedachten. De op zichzelf denkende. Waarbij het moeilijk is om nou te spreken van een enkelvoud of een meervoud. Kun je nog lekker een uur lang rooibos thee over gaan drinken en debatteren. En dan volgt eruit het een en ander. En het beginboek, dat heet Genesis. En het gaat over het leven in het paradijs. En dat is hetzelfde voor ons christenen als voor de Joden. Eén en hetzelfde. En dat alleen al. Dan deel je met de Joden, ik als christen. Dat Oude Testament. En je deelt het feit dat het verschrikkelijk is dat mensen niet tenminste het Oude Testament lezen. En dan alle boeken. Ook het boek Daniël.
Maar er was zo'n band en die heette The Sound. Ik kan hem straks wel even opzetten als eindmuziekje. Maakt me niet uit dat ik een band krijg. Doe dat nou toch. Ik adverteer niet op dit kanaal. Dus. En The Sound, daar maak ik er reclame voor. Ik heb nog een cd hier van ze. Hele mooie. Ja, en die cd die ik heb, die is The Lion's Mouth, als ik me even goed herinner. Een geweldige cd. En Adrian Borland, die is zanger en componist, tekstschrijver, een beetje de leider van de band. Hij speelde gitaar, heel mooie gitaar. Hij heeft als thema gekozen voor, of hij, of het marketing. Nee, er zat een hele grote plaatmaatschappij achter. Even bijpakken. Een onzin te praten. Dit gaat echt ergens over. Hè? Er zijn heel veel, wat noem je, singulariteiten of zo. Dingen in het leven die resoneren. Het verhaal van Daniel is erg strak. The Sounds en dan Lion's Mouth, denk ik dan. From the Lion's Mouth, ja. En de, kijk, ik moet even dat geluid uitdoen. Geen rare dingen doen. Pak even het plaatje erbij. Jullie kunnen dit niet zien, maar dat maakt niet uit. Ik zal even beschrijven wat erop staat. Op het plaatje. Daar zie je een, het is een kelder, dat kan bijna niet anders. En Daniel, die staat rechtop. Het is een schilderij, hè? En die leeuwen, hij is in de leeuwenkuil. Ik zie 1, 2, 3. Nee, ik zie 4 vrouwtjes en 2 mannen. 2 mannetjes leeuwen. Dat was de straf van Daniel. Hij had iets stouts gedaan. De waarheid verteld, bijvoorbeeld. Heel mooi verhaal. En de volgende ochtend dachten ze, ja, de botten van Daniel nog wel te zullen vinden. En kwamen ze controleren of de leeuwtjes lekker gegeten hadden. Maar de leeuwtjes hadden geen honger in Daniel. Dus zo'n mooi verhaal, dan kan je tranen van in je ogen krijgen. Dit is Joods dogma. En daarom worden de Joden vervolgd. Omdat ze in dit soort waarheden geloven. En dat ze snappen dat de ervaring van je omgeving, dat gaat verder dan de oppervlakkigheid. Dit zijn de oude boeken. En Joden houden daaraan vast. En terecht. En dan krijg je Jodenvervolging. Als jij je vasthoudt, in mijn geval dan aan de Bijbel, ben je uiteindelijk ook de pineut. Ik zou hier in Arnhem kunnen gaan prediken. Ja, als ik ga vertellen wat ik begrepen heb uit de Bijbel en ik ga dat voor een hele klas zeggen, ik weet het niet hoor. Ik doe het op internet. Dan mag mensen kijken. Dan heb je een keertje 20 views. Een keertje 60 views. En dat is mooi. Dat is toch ook mooi. En elke zondag bij elkaar komen. Dat is trouwens al helemaal gek. Want waar komt de zondag vandaan? In de Bijbel wordt gesproken over de Shabbat. De rustdag.
dat je verplicht bent om na je werken te rusten. Je moet niet alsmaar doorhollen, want dat deed God ook niet. God had het voor elkaar gekregen en dan is het he he, poe poe, nou nou. Maar toen Noah met die boten, met al die dieren, ja, denk je dat je dan de hele dag kan rusten tijdens de Sabbat? Moeten de dieren niet al die stront moet eruit? De beesten moeten toch voer krijgen? Of er is wat anders te doen? Maar toen Noah klaar was en dat land weer lekker droog, zoals het land hoort te zijn. Want anders is het de zee. Want onder de zee zit ook land. Maar we noemen dat zee omdat er water bovenop zit. Dan was dus het land weer lekker droog. Ja, dan ging Noah niet gelijk een nieuwe boot bouwen. Nee. Die ging wijn verbouwen, onder andere. Ja, het precieze verhaal staat dus daar. Dat is dan Genesis 6. Dus dan. Onderdeel van de Torah. Dat kan niet anders. En de mensen die dat eerlijke woord tot zich nemen en begrijpen wat er staat en daarmee vertrouwen krijgen in de voorvaderen en die geen koning nodig hebben. Dus iemand kan wel zeggen, ik ben de baas en dan zijn wij heel verbaasd van, oh jij, hoe? Nee, maar dat is grappig. Het zegt ons niks. Dan worden wij immuun voor de invloed van die mensen. Want die mensen, die zijn er. Dat is de antichrist. Zo noemen wij die. Daniël heeft gezegd, well, dit gaat zo dusdanig de verkeerde kant op, dat het duurt nog 70 weken. En dan is het afgelopen. En laat nou precies rondom die 70 weken van Daniël, waarbij in het begrip week ruim moet interpreteren. En ik ga de rekensom niet voordoen. En op dat moment, en dat noemen wij het jaar nul, toen kwam die persoon, en die noemen wij Christus Jezus, de gezalfde Jezus. En die zei, ik ben er hier niet om het Oude Testament te weerleggen. Ik ben er om het te vervullen. Dat is een boude uitspraak. Je moet het maar van jezelf durven zeggen. Maar dat lef had Christus Jezus. Het heeft hij gezegd. In het bijzijn van andere mensen. En ik denk dat Christus Jezus in zijn analyse van het Oude Testament en de conclusies die hij daaruit trok, dat die logisch, metafysisch en taalkundig kloppen. Het is geen boekje van niks, de Bijbel. Mijn Bijbellezende vriend, die heeft wel eens geks gegeven. Ja, dat was, vertelde ik hem heel trots dat mijn dochter op de pedagogische hulpverlening zit. Sociaal SPH of zo. En hij zou grinniken. Want hij weet ook dat zij geen Bijbel leest. Dus ja, wat heb je dan aan? Ja.
dweilen met de kraan open. Ik denk dat Jurk daar een punt heeft. Terug naar de Jodenvervolging. Er is een karakter op het internet te vinden. Die heet Barry Chamish. En ze zeggen Barry Chamish. Op zijn Amerikaans spreken ze dat uit. Maar volgens mij moet je zeggen Chamish. Dat is denk ik een Hebreeuwse naam. Maar die weet van de Jodenvervolging. Dat was na de Tweede Wereldoorlog. Hij woonde met zijn familie in het noorden van het noordwesten van Afrika. Pin me niet vast waar precies. Het kan Marokko zijn geweest. En alle mensen van Joodse afkomst, dus zijn familie en hij dus ook, die werd verordoneerd om al hun bezit te verkopen en naar Israël te gaan. Het beloofde land was dat toch? De familie van Barry Chamish, die woonde hartstikke prima. Er waren Mohammedaanse mensen en christelijke mensen. En je hebt ook nog van die natuurgelovers daar. Maar je handelt met elkaar. En het was vreedzaam. Het was multicultureel. Hetzelfde heb je nog steeds in Suriname, waar Joden en Mohammedanen bijvoorbeeld gezamenlijk overleg hadden van nou, jullie willen een kerk en wij willen een kerk. Die Mohammedanen die wilden een moskee en de Joden die wilden een synagoge. Ja, niet te betalen zo'n gebouw, maar als je er één dak boven doet, je kan de toiletten kan je delen. De keuken kan je delen. Je hebt maar één keuken nodig, één set toiletten. En dan twee ruimtes, een beetje geluidsisolatie ertussen. Of je wisselt de diensten. Ja. Die Arabieren die wilden dan graag op vrijdag allerlei dingen doen. En misschien de Joden dan op Shabbat. Ja. Dan zit je elkaar niet in de weg, hè. En de rest van de tijd kan je samen dat gebouw gebruiken voor Torah-studies, CQ, Koran-studies. Wat maakt dat nou uit? Eén keuken waar je allemaal thee zet. Dat is multicultureel. Erg belangrijk. Er zijn dus Joden prima toe in staat. Hè? Maar daar in het noorden van Marokko, of whatever, wat was het? Waar Barry Chamish woonde. Ja, moest iedereen alle bezittingen verkopen. Op straffen van dat je niet echt Jood bent of zo. Een halfbakken Jood bent. Dus iedereen voelde zich bezwaard. Dus iedereen heeft zijn huis verkocht, omgezet in geld. Dan op het gratis vliegtuig, allemaal in de Boeing huppeltje pup. En dan naar Israël toe. En dan konden ze van hun geld konden ze dan dingen kopen. Dus landbouwwerktuigen, ja zeg maar. En dan mocht je daar overnieuw beginnen. Oh, dat hebben we massa's gedaan. Die zijn nou zo arm als de neten. Want dat hele Israël, dat is eigendom van de paus. Zou dan net zo goed naar Nederland kunnen komen. Nederland is ook eigendom van de paus. Ja, de Joden, als je de precieze verhalen wil weten, ik kan er wel een aparte uitzending aan wijden. Laat ik Barry Chamish even spreken. Hij is overleden. Maar redelijk gelukkig. Die man heeft gesproken. Hij heeft nog gevochten voor het IDF. Israeli Defense Force. Hij geloofde erin. En toen niet meer.
onze hele familie verneukt was. Het is heel smerig wat ze doen. Wat is nou mis met Joden? Wat hebben die mensen nou ooit fout gedaan? Nou, Perry, dan moet je Adolf Hitler, de film, de Story Never Told, die moet je nog maar een keer gaan kijken. Ja. In Hollywood werken heel veel Joden. Ooit gekeken naar Seinfeld, die komedie? Hij is Joods. Een blasfemische show. Echt smerig. Maar wel lekker lachen. En de hoofd van de Federal Reserve, dat is sinds jaar en dag zijn dat Joden. Dus heel Hollywood zit vol met Joden. Nou, de Federal Reserve, het hele bankingsysteem, de familie Rothschild, dat zijn Joden. De porno-industrie, dat is denk ik allemaal Joods. Die anderen komen er niet tussendoor. Want die Joden weten zoveel porno te veroorzaken. Ja, dat is geen concurrentie tegen. En dat is een heel klein percentage der Joden. Die daar uitgepikt worden. Van, oh, je bent Joods? Oh, nou, dan heb je zin om een pornofilmpje te doen, jongen. Zo'n fan als Dustin Hoffman, dat is ook een Jood. Hij heeft zo'n film gemaakt dat hij buitenechtelijke seks heeft. Dat is porno. Die film ook weer met die muziek van Art Garfunkel en die andere man. Dingetje en Carbonkel. Hello darkness, my old friend. Paul Simon heet hij. Nou heet die film ook weer. Met Dustin Hoffman. Heeft hij buitenechtelijke seks? Die heb ik gezien in de jaren 70. Bah. De moraal van het verhaal is: hij heeft seks gehad met de moeder. En toch gaat hij trouwen met het meisje. Een heel kort scenario. Nou, kan je helemaal opvullen met onzin. De leuke grappen erin, en een leuke cameravoering en allemaal dure huizen waarin het allemaal gefilmd wordt. En de grote boulevards en dure auto's. Ja, en Dustin Hoffman, die maalt er niet om. Maar dat zijn mijn enkele Joden. Mijn Joodse vriendin, die houdt haar hoofd boven water en ze woont dan wel in de Jordaan. Ja. Iedereen woont tegenwoordig in de Jordaan. Dus dan is er weer eens een opstootje met een stelletje bruinoos. Dat is niet voor de Joodse mensen. En zo worden Joodse mensen in een kwaad daglicht gesteld. En mensen worden daar jaloers op of ze gaan zich eraan irriteren of zeg maar. En dat hebben ze in Berlijn ook gedaan. In Berlijn was een ongelofelijke seksindustrie. En daar waren Joodse mensen mee bezig. Die films met Marlene Dietrich, of die optredens. Nou, kijk er nog maar eens naar, het is porno. En dat speelde zich ook af op de straten van Berlijn. En dat is wat in die film Adolf Hitler, The Story Never Told, vertelt. En dat zal echt waar zijn. Want nu naar Hollywood, dat zijn ook allemaal Joden. En de porno-industrie, die komt ook uit Hollywood voor een groot deel. Dat is ook allemaal Joden. Er zijn niet zoveel mensen die porno maken. Dat moet je echt niet denken.
aantal pornoproducenten hier op deze aarde. Mwah. Ja, een pornofilm, die schiet je in een inclusief voorbereiding. 2-3 uur heb je er weer een. En wat kost het? Als je een beetje verstand hebt van het bedienen van je iPhone, dan kan je met je iPhone porno, hoor. Beetje HD-kwaliteit. Dus er zijn niet zoveel pornoproducenten. En er zijn niet zoveel bazen van de Federal Reserve. Dus uiteindelijk maar een handje vol. In het Hoge Rechtshof van Amerika zitten 3 Joden. 3 van de 10, dat zijn Joden. Ze worden misbruikt. Op die manier. En te kakken gezet. Zodat we boos worden op de Joden. Want de Joden lezen het boek. En daar heeft Babylon geen behoefte aan. Babylon heeft behoefte aan onwetende domboos. Arbeiders. Die je voor de gek kan houden. En hun calculatie is dat ze voldoende hebben aan 500 miljoen arbeiders. En dan geen wijsneuzen ertussen. Allemaal even dom. Die dan precies... Ja, en hoe dat plan in elkaar zit, weet ik ook niet. Hoor. De laatste keer dat ik die Prins Friso nog bij leven zag, reed hij toch echt een Porsche. Een gloednieuwe. Ja, en wie onderhoudt dat ding? Wie? Hé, hey, mijn Porsche doet het niet meer. Nou, dan bel ik mijn broer Bernhard. En dan zeg ik, hé, hey Bernhard, mijn Porsche die doet alleen maar... Maar niet meer brrr. Weet jij wat er aan de hand is? En dan komt Prins Bernhard, kom. Die komt wel langs. Ah, dat kan toch niet. Dus waar ze mee bezig zijn is uitermate dom. En dan onderhand lekker Joden pesten. Met zo'n film Adolf Hitler, The Story Never Told. De hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk in de schoenen schuiven van de Joden. Want de communisten waren ook allemaal Joden. Dat was ook niet waar. Natuurlijk waren er mensen van Joodse traditie, Joodse afkomst bij betrokken. Want ze trekken die lui omhoog. Maar zij doen dat. Dat zijn die idioten uit Babylon. De Joden, dat zijn hun knuffelslaafjes. Dan kom maar bij ons, dan krijg je lekker veel geld. En onderwijl tegen iedereen vertellen van kijk eens, die Jood doet dit en die Jood doet dat. En oh. En dan worden wij allemaal pissig over Joden. En dan zo'n Geert Wilders, die heeft dan iets van een Joodse afkomst of zo. Ook een schande voor de Joden. De synagogen hier in Nederland zouden moeten opstaan en moeten eisen van Geert Wilders gaat uit de Tweede Kamer, want anders doen wij niet meer mee. Want hij bezoedelt ons door te gaan lopen zeiken over Marokkanen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Er is een probleem met het feit dat er heel veel hier naartoe gekomen zijn, maar dat is die mensen hun schuld niet. Daar konden ze niks aan doen. Ze zaten daar als Job op de vuilnisbelt. Ze hadden geen potscherf kunnen vinden om aan een etterende puister te krabben.
En dan komt Geert Wilders langs en die gaat tegen die Marokkanen zeggen... ja, het is allemaal jullie eigen schuld. Ja, lees het boek Job een keer, Geert Wilders, als jij zo Joods bent. Wat heb je gedaan met die mensen? Je kan niet excommuniceren natuurlijk, of excommunikeren moet je natuurlijk. Maar zoiets is toch wel denkbaar. Al maak je maar een statement. Ik stem niet op een lijst waar Geert Wilders tussen staat. Van, wat wilt u vanavond eten? Wilt u kippensoep, tomatensoep, gekruide runderhaas? Of iets veganistisch? We hebben boschampignons. Een voedingssalade. Een maaltijdssalade. Met een heerlijke balsamico. En vervolgens hebben wij een broodje poep. Ik zeg wat? Een broodje poep? Ja, maar dan niet zomaar poep. Wij betrekken de poep van mensen met een ernstige darmafwijking. Dus die stinkt als de hel. En er kunnen ook nog levende parasieten in zitten. Nou, in zo'n restaurant wil ik geen eten bestellen. Als er een broodje poep op de kaart staat... ga ik niet zeggen, van, ja, ik ben slim genoeg, ik eet geen broodje poep. Ja, het punt is, als ik er ga eten, dan gaan mensen denken... oh, allemaal lekker eten. En die weten niet, die denken bij een broodje poep... oh, het is carnaval, het zal wel lekker zijn. En dan stemmen ze daarop. Dan krijgen ze die parasieten binnen en dan gaat hun stront ook zo stinken. Ja, laten we even eerlijk zijn. En Geert Wilders ging in die tijd elke maandag naar de Israëlische ambassade. Dus hij is Joods. En gaat Marokkanen zitten af te zeiken. Dus heb je van die Joden in Hollywood. En die doen dat zo stom. Dat wij allemaal gaan denken van nou zeg, die Joden die zijn weer lekker bezig. Ja, Geert Wilders, wat doet die? Dat is politieke porno. Met zijn geverfde haar. Waar is die man mee bezig? En dan de grootste schande die ze geflikt hebben, is dat gedoe met die gaskamers. En ieder hier in Nederland mag weten dat Joodse mensen afgevoerd zijn naar kampen met prikkeldraad. Nadat Adolf Hitler op instigatie van de paus, want Adolf Hitler stond onder directe controle van die organisatie die altijd een paus heeft en een hele bende kardinalen, stapeltje aartsbisschoppen, eronder wat bisschoppen, dan krijg je de priesters. En ze hebben de militaire orde. Die daadwerkelijk chop, 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 kill, kill, kill. What does it matter? What do I care? Dat zijn die Jezuïeten. Hé, dat zijn je vriendjes. Adolf Hitler kreeg geld van de kerk. Een of andere kardinaal die kwam langs. En zei, ja, jongen, wij regelen wel wat. Ga jij nou maar zorgen voor je organisatie. En wij zorgen voor de poen, ja? Waar denk je dat Adolf Hitler die swastika vandaan had? Zelf uitgevonden? Ga maar nadenken waar de swastika vandaan komt. Dat is de octagon. De octagon, dat symbool...
dat vind je terug in de natuur bij de spin. Die heeft 8 poten. Een spin is geen insect. Een spin die weeft een web. En als je wordt hij eerst een trilling. Dan kom ik erop af. Oh, hallo. En wat een spin ook nog doet, is dat hij dan zo'n arm vliegje eerst lekker inpakt en zegt, dat is voor morgen. En dan blijft die vlieg nog de hele nacht in leven. Of net zo lang als dat die vlieg nog, ja, ligt er een beetje aan hoeveel honger die spin heeft. Dat is de octogon. Daar komt het hakenkruis vandaan. Tel het maar na. Je moet dan tekenen even een hakenkruis. Dus je doet gewoon een kruis. Dan doe je van die streepjes. En dan moet je een stukje open laten. En als je die opengelaten stukjes, want je hebt dan 4 streepjes, van rechts naar links of van links naar rechts, mag je zelf kiezen. Ze moeten wel allemaal dezelfde kant uitstaan. En je hebt die stukjes, die zijn er open daartussen. Dan neem je een potlood met een andere kleur. En dan ga je die open stukjes even inlijnen. Dan kan je nog steeds het oorspronkelijke hakenkruis zien. En dan zie je met een lichtere tint, zou ik zeggen. Dan trek je die open stukjes even dicht. Of je doet het in je geest. Dat kan ook nog. Als je creatief bent, kan je er gewoon over nadenken. Dan zie je een octogon. En die lui hebben de pesthekel aan zelfstandig denkende mensen. Want zij zijn zelf zo dom als het achtereind van een varken. En erg bang voor Satan. En terecht. Satan wordt dan genoemd de prins van deze wereld. De heerser van deze wereld. De Joden weten, en de christenen ook, dat God de baas is van alles. En Satan is zijn knechtje tegen wil en dank. Een onvermijdelijke knecht. Maar Satan is niet de baas van God. En als alle mensen achter hem aanlopen, ja. En dat noemen wij dat Satan de baas is, want iedereen doet met hem mee. Maar Joden niet. Ja, die paar procent. Maar de rest, die houdt zich aan het boek, die doet niet mal. Als je me niet gelooft, ga eens kijken naar die film Defamation. Defamatie. Ik pak even een potloodje en schrijf het even op. Defamation. Ik zal even controleren voor jullie. Of ik het echt zo snel kan vinden. Defamation. Yoav Shamia. Denk dat die het is. Even controleren. Is de trailer. Even de video's erbij pakken. Die hele film duurt. Ja, ik heb hem hier gevonden. Defamation. D-E-F-A-M-A. T-I-O-N. Defamation. Met een M van Maria. Er zijn ook trailers, dan kan je zo'n hele korte even zien. Hoe Joodse mensen angst wordt aangejaagd.
En hoe ze verdwaasd zijn. En die maker van deze film, die heet dus Yoav, dat is Y-O-A Victor, een V, en dan S-H-A-M-I-R. Yoav Shamia. Ik heb hem denk ik wel 3 keer gekeken. In elk geval 2 keer. Ik zou natuurlijk even kijken hoe ver ik ben. Oh ja, nee, ik kan geen screencast doen nou. Kan ik ook deze even stoppen? Maar dat hoeft niet echt. Dat hoeft niet echt. Je weet het nou toch? Defamation. Yoav Shamia. Vind ik het zo. De subtitel, of het verhaaltje wat erbij staat. Ik zal hem even geluisterd uit. Ja. Ik kan het helemaal voorlezen. Echt heel mooi gemaakt. Ik lees even voor. What is anti-Semitism today? 2 generations after the Holocaust. In his continuing exploration of modern Israeli life, director Yoav Shamia travels the world in search of the most modern manifestations of the oldest hatred and comes up with some startling answers. En hij is ook naar Auschwitz gegaan. Echt, hè? Met een klas mee. En gefilmd. Hoe ze Joodse mensen bang maken. Met leugens. Want die andere jongen, David Stein. Ook eventjes bij. Stein en dan Auschwitz. Die kan ik je ook adviseren. Dat je snapt wat het spel is wat gespeeld wordt met die mensen. Hoe zij continu in een kwaad daglicht worden gesteld. Ja, ik heb dus hier David Stein. Hij heet tegenwoordig David Cole. Maar ik doe David Stein, David Stein. En dan Auschwitz. En dan Auschwitz zoals je het moet spellen. En als je dat niet weet, dan moet je hem opzoeken. Ik ga het nou niet oplezen. A-U-S-C-H-W-I-T-Z. Heb je een hele documentaire, die duurt 53 minuten. Ja, luister er eens naar. David Cole heeft daar zich laten vertellen, want hij was in Auschwitz, dat het gebouw waarop een bordje zat, wat op zijn Nederlands zou luiden gaskamer. Gaszimmer of gaskammer. Dat weet je dan niet. Dat weet ik niet meer in mijn herinnering. Niet belangrijk. Maar dat gebouw, dat is pas gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. In 1946. Ja. En wat moet je daar nou mee? Want David Cole, David Stein, is een Jood. En hij moet zich daar laten vertellen dat die gaskamer, waar iedereen naar komt kijken, dat is een namaakgebouw. Ja, maar dat is even lekker leuk. Dat is toch geen manier? En dan krijg je in Amerika allerlei mensen, die gaan zich daar tegenaan bemoeien. En die zeggen van, jeetje kreetje. Wij krijgen hier elke dag holocaust onderwijs. Dat is een verplicht vak. En het gaat over een gaskamer die pas in 1946 gebouwd is. Wat moet iedereen wel niet van ons denken? Snap je de gemeenheid?
Als je gaat kijken op zo'n website als Stormfront, daar heb ik een account. Dat is alleen maar zeiken over Joden. Die mensen die hebben die film van David Cole bekeken. En die snappen dat er iets helemaal aan de hand is. Joodse mensen zijn afgevoerd naar kampen. Dat klopt. Ze zijn daar te werk gesteld. Vooral in Auschwitz. Een groot aantal Joden is in de tijd dat die kampen er nog niet waren, is afgevoerd naar Israël. Met de operatie, hoe heette die ook alweer? De bedoeling was dat je moest als Joodse familie 5000 Britse ponden weten te vergaren. En dan op tafel weten te leggen. En dan kon je met je hele hebben en houden naar Israël. En dan kreeg je daar nog een... Hetzelfde verhaal als wat Bari Chamish vertelde. Die Joden moesten naar Israël. Ze hebben Israël daadwerkelijk sinds tientallen jaren vol willen pompen met Joden. Maar Joden willen helemaal niet per se in Israël wonen. Die Joden hier in Amsterdam, die waren al lang blij. In de tijd dat ze hier naartoe vluchtten. Wat moet je in een land, dat land Israël, dat is opgekocht door de katholieke kerk. En die met baron Huppeltjebub Rothschild, die heeft de poen op tafel gelegd. Maar dat geld is niet van hem, dat is van de kerk. Hij is de schatbewaarder van de poen. Toen komt de kerk even langs bij die Jacob Rothschild of die, hoe het maar heet. Hè? En zegt van, ja jongen, ga jij maar eens eventjes lekker geld kopen, nee, een land kopen in Israël. En dat doet hij dan. Ja, die paus is lekker bezig. Die hele idioterie. En wij christenen hebben er ook last van. Dus... Het misstaat ons niet om gevoel te hebben voor wat de Joden door de eeuwen, een millennia, de duizenden jaren heen, is aangedaan. Dan kan je zeggen, ja, andere volkeren die zijn er ook een heleboel dingen aangedaan, hoor. Dus helemaal de Joden niet alleen. Nee, maar het is wel zo dat de Joden het boek lezen waarin staat, het boek Daniël bijvoorbeeld, waarin staat, het is jullie eigen schuld. En Mozes heeft het ook gezegd. By the way. Anders Samuel wel. En als jullie niet zo zondig zijn... Dan is er niks aan de hand. Maar jullie zondigen. Ja, zondigen is dan een begrip uit het Nieuwe Testament. Maar je gaat in tegen de wet en de profeten. En als je dat doet, dan ben je het bokje. Don't come nagging to me. Kan je het je voorstellen hoe Nederland zou veranderen als iedereen zich zou houden aan de 10 geboden? Want alleen maar dat, en doe je niet mee, dan doe je niet mee. Maar dan willen we ook je dochter niet. Dus het is de wet. De wet van Mozes is de wet.
Ja, maar Perry, jij leest toch ook Confucius en dat is toch ook de wet? Ja, punt 1, dat is een stuk jonger. Punt 2, het is geschreven in beeldschrift. Niet in het alfabet. Of in het Hebreeuws, niet in het Grieks of Hebreeuws. Het is niet echt, het is een interpretatietaal. En Confucius, ik weet niet of die ergens zegt van de 10 geboden. Die geboden van Confucius, dat zijn hele dikke boeken. Met de rol voor de prins en de rol voor de keizer en de rol voor de lakei en de rol voor de priester en de rol van... Het heeft gewerkt hoor, het Confucianisme. Daar hebben ze een stabiele maatschappij mee weten te creëren, 500 jaar lang. Het Confucianisme is nu weg. Het is geen staatsgodsdienst meer of zo. En de wet van Mozes is springlevend. Zelfs in China. En die Chinese communisten... Ja, dat is de paus. Dus, hè. De paus houdt dus van staatssystemen. En een van zijn favoriete systemen is het fascisme. Dat vindt hij helemaal superkeil. Maar die anderen mogen ook hoor. Dus het communisme, oh, is geen probleem. Maakt de paus het uit. Als hij maar de basis van het geloof. En van die jongens met de poen. In China heb je allemaal heel christelijke genootschappen. En het is nu het aantal christenen, dat loopt boven de miljoen. Dat is natuurlijk maar 1 promiel, maar het zijn wel 1 miljoen. Bijbelgelovende. Dus dat gaat niet weg, die Bijbel die staat. Mensen lezen nog steeds Genesis 1. Is Chinezen in elk geval. En ze worden vervolgd. En Joden ook. De staatsuitgeverij hier in Nederland. Die heeft een boek uitgegeven in 1984. En dat heet De Dagboeken van Anne Frank. Dat heb ik hier in huis. En daarin staat dat Anne Frank op haar 13e seksuele fantasieën had en ook zou kunnen accepteren dat haar vader haar daarin begeleidde. En dat ze van haar maagdelijkheid af wilde en dan maar als een slet gezien worden met een bolle buik, met een kind. En het gaat om de lust. Dat is onze staatsuitgeverij die dat zegt over een vrouw, of een jonge vrouw, 13, een bakvis, van Joodse afkomst. Oh, dat mag de staatsuitgeverij eventjes zo hop erin zetten. Ja. We mogen niet de achternaam weten van Volkert van de G. Dat is een supergroot geheim. Maar we mogen wel weten dat Anne Frank, die nam het niet zo nauw hoor. Die was er echt aan toe op haar 13e. Ja, man, dat is toch... Dat is de staatsuitgeverij. En die alinea is de enige alinea in het hele boek. Wat onderlijnd is, of onderstreept, underline, dus onderstreept is. Want dit is extra belangrijk. Goed lezen, mensen. Dat Anne Frank fantaseert over wilde seks. Het is erg. En wij accepteren dat. Dat is zo mogelijk nog erger. Ja, Perry, dat boek was uit 1984. En tegenwoordig is alles heel anders. Het is allemaal verbeterd.
Ja, ik heb nog niet een officiële verontschuldiging gelezen, in de krant gezien van de Nederlandse staatsuitgeverij. Dat ze zeiden van ja, dat hadden we niet mogen doen. We hadden respect moeten hebben voor de nabestaanden. Nee, daarvoor is het te laat. Het gaat gewoon door, hoor. Er is een man bezig op internet, die heet David Doek. Altijd zeuren over Joden. David Doek, ja, bekijk hem maar een keer. David en dan Duke. D-U-K-E. Doek. David Hertog. Op zijn Nederlands. Of zo. Of graaf. Altijd zeuren over Joden. Je hebt zo'n man die heet broeder Nathaniel. Brother Nathaniel. Nathaniel is met een H achter de T. Voor de rest als je het zegt. Dus niet Nathaniel, kun je ook zeggen. Er hoeven geen puntjes boven de E. Nathaniel. Altijd zeuren over Joden. Joden dit, Joden dat. Dat gezeur over Joden, dat is springlevend en dat komt van de paus. En onderwijl zit hij de christenen te vervolgen. En eigenlijk iedereen die niet meedoet met de katholieke kerk. En hoe doe je wel mee met de katholieke kerk? Nou, moet je crimineel worden. Moet je de boel gaan tillen. Moet je ook stoute dingen doen. Seks buiten het huwelijk. Of jij wil een homohuwelijk, dan ben je ook vriendje van de paus. Of je bent atheïst, dan ben je ook een vriendje van de paus. Kijk, er zijn duizend redenen om de Bijbel niet te lezen. Ja, want ik ben tegenwoordig nihilist. En ik vind alleen nog maar de krant van gisteren. Ja, die lees ik nog wel eens, maar die vind ik eigenlijk al te oud. Ik wil wel een verse krant dat ik kan ruiken dat die vers is. Nou, dan ben jij een volgeling van de paus. Dan zit je precies in de hoek waarin hij dat wil. Nou, zo is het. Hey, hartstikke bedankt naar het luisteren over deze uitzending over Jodenvervolging. En hoe dat in zijn werk gaat. En hoe dat een heel lang verhaal is eigenlijk. Er komt zoveel aan te pas. Dan gaat er een heel geschiedenisboek voor je open, of niet? En dat het gaat om het boek, in het geval van de Joden, de Torah. Of Torah, ik weet niet waar de klemtoon ligt. Ik kan geen Hebreeuws. En daarop gebaseerd dan ook de Bijbel. En daar houdt de paus niet van. Van mensen die kunnen lezen en kunnen rekenen en kunnen nadenken en hun eigen keuzes kunnen maken en rustig zijn. Spreuken 15 vers 1, Oude Testament. Een zachtmoedig woord vermindert wrok. Een hardvochtig woord, of nee, een krenkend woord, vermeerdert grimmigheid. En waarom zou dat zijn? Ja, staat in het Oude Testament. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.